Goedenavond en hartelijk welkom bij De Zondag op TV2. En tot vanavond 12 uur hebben wij de volgende programma's. Om 9:15 de postcode bingo, het spel- en showprogramma rond de postcode loterij. En daarna 50 minuten lang studiosport, met daarin vooral veel internationaal voetbal. En van de sport gaan we naar het Rijk van de Maya's in de serie van Teliak Levend Verleden. Tot slot op deze avond de milieustrip Consument en Milieu. Maar nu eerst de 5e aflevering van Space Age. En vandaag maken we een expeditie naar de planeet Aarde. Wubbel Okkels presenteert het. Als je jezelf beter wil leren kennen, moet je naar jezelf kijken. En dat doe je door jezelf een spiegel voor te houden. En dat is ook gebeurd met de mensheid op de aarde door middel van de ruimtevaart. Een astronaut immers kijkt vanaf de ruimte naar de aarde in plaats van alleen maar vanaf de aarde naar de ruimte. En die ruimtespiegel die we ons voor hebben gehouden leert ons dat de aarde echt ons enige ruimteschip is. En dat het heel kwetsbaar is. En tegelijkertijd hebben wij als mens zoveel technologische mogelijkheden gekregen en zijn tegelijkertijd ook nog zo stom dat we het risico lopen deze aarde kapot te maken. En dat kunnen we ons niet permitteren. Nee, met behulp van diezelfde ruimtevaart zullen we nu de aarde gaan beschermen. In de woelige dagen van 1968 was er één gebeurtenis die eruit sprong, omdat die ons meer inzicht gaf in de wereld waarin we leven. Tijdens de vlucht van de Apollo 8 bereidden 3 astronauten zich voor op de eerste lijfelijke ontmoeting tussen de mensheid en de maan. De reis van 385.000 kilometer begint met 1 baan om de aarde. Dan stuurt navigator Jim Lovell de nietige capsule in de richting van de maan. Iedereen denkt aan wat er voor hen ligt, maar Lovell kijkt door het raam achterop naar de aarde. I can recall vividly how quickly the Earth began to shrink. It got to be quite small right away. Really, it was sort of an unusual feeling. You could actually put your thumb up to the window and hide the Earth behind your thumb, which gave us a feeling of how humble we were, because here, everything we knew, all our loved ones, all of our experiences, all the problems that the Earth had in 1968 was behind our thumb. And it made you realize just how insignificant we are with regards to the vastness of the universe. 3 mannen eilen het onbekende tegemoet. Elke seconde leggen ze 10 kilometer af. Overal ter wereld zijn via de televisie de eerste live beelden van de aarde te zien. Here in this room, this is Apollo Control, Houston. Switching now to the voice of Jim Lovell. Okay, Houston. The moon is essentially gray, no color. Looks like plaster of Paris. Okay, or sort of a grayish beach sand. When we first circled the moon, the very first time, coming out of the lunar horizon was the Earth. Frank and I were looking sort of forward there at the horizon, and we said, what a beautiful picture.
We ought to take a picture of that. Bill Anders was in charge of photography. He was taking pictures of craters on the moon and said, no, we can't take pictures of the Earth. We have only so many frames of film, and we must save them for the moon. Then Bill looked up and saw the Earth rise, and he said, by gosh, we should take a picture of that. All three of us grabbed our cameras, Hasselblads. All three of us took pictures of Earthrise. One of those pictures became quite famous. Er wordt wel gezegd dat het de belangrijkste foto is die ooit is gemaakt. Voor het eerst aanschouwen we onze geboorteplaneet vanuit de verte. Tijdens een reis naar de maan ontdekt de mensheid de aarde. Heeft hij zich afgevraagd hoe zijn aardse verblijfplaats eruit ziet. Nu hebben we er foto's van de diepte van de grote oceaan en van de zandige ondiepte van de Caribische Zee. We zien de ruggengraat van het Andesgebergte die door heel Zuid-Amerika loopt. De Grand Canyon, maar ook de rivierdeltas van Burma die tijdloze patronen in het oppervlak van dit levende hemellichaam hebben geslepen. De ruimteverkenners waren diep geroerd door de aanblik van de planeet. Vanuit het luik van zijn Apollo-capsule zag Rusty Swigert de aarde op een nieuwe manier. As we move out from the Earth, we inevitably look back. And it is in seeing the Earth, our mother, as it were, that we begin to understand the fragility of this environment. And in fact, truly come to love this planet, our mother, in a very real sense. And this is not unlike birth. When the mother gives birth to the child, it's a transition from a dependency on the part of the child to a relationship with the mother. And it is that relationship then which translates into care and respect for the mother by the child. De camera's van de ruimteverkenners hebben in 30 jaar tijd de aanblik van de aarde tot iets heel gewoons gemaakt. Maar in de loop der jaren begonnen ze verontrustende veranderingen aan het uitgestrekte oppervlak op te merken. In het Johnson Space Center in Houston neemt shuttle-astronaut Don McMonagle zijn foto's door met Mike Helford, milieuonderzoeker bij de NASA. Oh, great lake. You guys were looking for home, right? Perhaps. We did do some of that. Door middel van ruimtefoto's volgt Helford de groei van de moderne beschaving. That's an area I watch for clear cutting. And I don't know if it'll show up here, because this looks like you guys were using 100 millimeter. Can you see clear cutting? Yeah, it's all over down here. Look at it. Oh, that's best. Look at it all here. Primarily on the west side. Because you missed the trees? Yeah. It looks like big patches. Several mm-hmm. big patches have been removed to the forest. Mm-hmm. To my mind, we're looking at a very, very dynamic system and a planet that's undergoing change. It's happening so swiftly and we don't even know all of the questions involved, much less the answers, that we have to look at it every way we can. This is spectacular here. This is just truly spectacular. Because what we have here is burning all the way from the coast of the Atlantic to the coast of the Indian Ocean across South Africa. And I just find it a bit flabbergasting. Rookpluimen zijn een teken van snelle veranderingen in de tropen. Astronauten zien een steeds groeiende sluier rondom de planeet, afkomstig van de bossen die in brand staan. Voorbij de Himalaya onttrekt die sluier het hoogland van Pakistan en India aan het oog. Elke ruimtevlucht brengt nieuwe bewijzen van de manier waarop de mensheid de aarde verandert.
I think it surprises you when you actually see the process with your own eyes. I think that's the thing that's the shock. The message is driven immediately home that something big is happening. Voor Mike Helfert roepen de foto's verontrustende vragen op over de toekomst van de aarde. Een dikke wolk vuile lucht hangt boven Los Angeles. Zal de groei van de wereldbevolking de lucht ooit ongeschikt maken om in te ademen? Ongezuiverd afvalwater stroomt vanuit de Braziliaanse kuststeden de Atlantische Oceaan in. Als de beschaving zich steeds verder over het land verspreidt, zal het afval dan ook de wateren van de planeet vervuilen. Tijdens de Golfoorlog van 1991 werden er oliebronnen in brand gestoken. Zal de vernietiging van het milieu, die hier als wapen werd gebruikt, uiteindelijk onze ondergang betekenen? Als we omlaag kijken, zien we de wereld onder ons snel veranderen. Maar wat er voor ons ligt, kunnen menselijke ogen alleen niet onderscheiden. Satellieten houden de wacht over onze planeet. Met hun robotogen kunnen ze ons helpen om onze invloed op de aarde in kaart te brengen. Maar in 1957 was het in de ruimte brengen van de eerste satelliet nog de grootste uitdaging. Sovjet-onderzoeker Georgi Krechkov weet het nog goed. We hadden maar één computer in de Sovjet-Unie. Die gebruikte ik om het traject van de raket uit te stippelen. We gingen naar de ruimtevaartbasis, controleerden de cijfers en lanceerden de Sputnik. We begrepen nauwelijks wat we aan het doen waren, maar er was een nieuw tijdperk begonnen. De Verenigde Staten probeerde in allerijl de technologische kloof te dichten met de Vanguard 1, maar dat mislukte jammerlijk. In de loop der jaren werd de techniek echter steeds beter, zodat de aandacht van de onderzoekers zich richtte op wat je met een satelliet kon doen. Een van deze onderzoekers was Werner Suomi van de Universiteit van Wisconsin. In 1966 werd een door Suomi ontworpen camera in een baan boven Noord-Amerika gebracht. Hij stuurde elke 20 minuten een overzichtsfoto van de aarde terug. Die foto's brachten Suomi op een idee. It occurred to me that I could take some of these pictures and make a movie out of it. And so I took the negatives and tried to line them up and punch holes in with a needle so I could then put them on a little jig so they would all be in the same place. And then I pinched my finger and got blood on the negatives and so on. But nevertheless, I was able to get a crude movie. Het dagelijks ritme van onze planeet werd voor het eerst zichtbaar gemaakt door de ogen van een satelliet. It was almost like playing God for the first time. It was wonderful. I still get a kick out of looking at them to this very day, and it's an old thing, you know. Meteorologen gingen Suomi's camera gebruiken om overal ter wereld het gedrag van stormen te voorspellen. Ontelbare levens zijn gered door de voorspellende kracht van de satelliet. Doordat ze de hele aarde kunnen zien, geven satellieten een mondiaal perspectief aan wat we vanaf de grond waarnemen. We weten nu dat regendruppels van een plotseling onweer verband houden met het jaarlijks neerslagpatroon. De wisselwerking tussen zon en wolk kan in verband worden gebracht met de seizoensgebonden veranderingen in de temperatuur van de aarde. Satellieten die de planeet voortdurend aftasten
laten ons de veranderingen zien. Er beginnen zich patronen af te tekenen op de rusteloze aarde. Terwijl de dagen voorbij snellen, trekken de wolken van de tropen naar de polen. ...70% van de planeet is bedekt met oceanen. Vanuit de ruimte zien we hoe zeestromingen, bijvoorbeeld de golfstroom, de warmte van de zon over de aarde transporteren. Bossen regelen de samenstelling van de atmosfeer door kooldioxide op te nemen en zuurstof uit te ademen. Door het oog van de satelliet zien we een levende planeet waarop de vegetatie verandert met de seizoenen. Maar satellieten doen meer dan de levenstekenen van de aarde in de gaten houden. Die ogen in de ruimte zien nu ook onze eigen invloed op dit enorme systeem. Op dit moment worden misschien miljoenen vierkante kilometers bos bedreigd door het verbranden van fossiele brandstoffen. Nergens is deze bedreiging groter dan in een streek in Oost-Europa die de Zwarte Driehoek wordt genoemd. Daar wordt de economie draaiende gehouden met sterk zwavelhoudende steenkool. In fabrieken en elektriciteitscentrales wordt dag en nacht steenkool verbrand. Het doet denken aan het begin van het industriële tijdperk, toen het vuur voor het eerst een volwassen bestemming kreeg. Brandende steenkool geeft zwaveldioxide af. Die vermengt zich met de wolken en daarbij ontstaat zwavelzuur. De zure wolken drijven honderden kilometers ver weg tot ze boven bergwouden stil blijven hangen. Het vocht dat deze bomen ooit leven schonk, veroorzaakt nu langzaam hun dood. Op een hoogte van 800 kilometer trekt een Amerikaanse milieusatelliet, de Landsat 5, elke 2 weken over deze bossen. Met behulp van de Landsat kunnen de onderzoekers nu bestuderen hoe deze bossen op de veranderingen in hun milieu reageren. See down beyond that factory? Look at that hillside. See, we're getting really high. We've been at an elevation of 1,000 meters, and this is where the pollution starts. We are still on the other side of the ridge, so the winds are from the other. Een groep biologen van de Universiteit van New Hampshire, onder leiding van Dr. Barry Rock, komt in Polen de gezondheid van de bossen bestuderen. Voor Jan Grzeszynski, Pool staatsburger, is de tocht een thuisreis naar 10 jaar politieke ballingschap. You know, my heart is just broken when I look at this. I get really upset when I look at these things. I mean, I really remember this beautiful forest up here. It's just 20 meters high, dark and shady and beautiful. And just what I see here, this is, it's like a war would run through here. These trees have not been dead for very long. I don't know. No, 2 years. So we are seeing this collapse. I mean, it is happening right now. See, look at this tree. Look at that tree. De bomen in het hoogland hebben de strijd met hun ongrijpbare tegenstander verloren. Door erosie verdwijnt de vruchtbare aarde van de hellingen, zodat er niet zo gauw weer bomen zullen groeien. Het ecosysteem van het bos is ineengestort. Aan de rand van het slagveld houden nog een paar sparren dapper stand. Hier bestuderen de biologen levende naalden om erachter te komen hoe de zure regen erop heeft ingewerkt. Oké, let's unwrap it here. Oké, one more. Oké, now give it a sharp snap. You want to do it? Go ahead. I'll put that on. Oké, there you go. Door op de grond de gezondheid van het bos te bepalen, kan het team later de waarnemingen van de satelliet interpreteren. With the tissue itself has some role to play. You can see that we need to know the bad news because we need to know how to begin to treat the patient.
the planet. And as a physician needs to know what the symptoms are, they may be good news or they may be bad news, he still needs to know what the symptoms are. It's in part why we came to Poland, was to see how bad things could really get. Deze naalden worden geprepareerd voor microscopisch onderzoek. Enkele takken gaan naar de plaatselijke post voor bosonderzoek. Second year. All clear. In deze provisorische commandopost worden de monsters van die dag met een spectrometer onderzocht. Net als de sensor van een satelliet kan de spectrometer structuren zien die voor het blote oog verborgen blijven. Bladgroen, celstructuur en vochtpercentage worden uitgezet in een grafiek waaruit de reactie van de boom op stress blijkt. Zelfs de ervaren Rock is onaangenaam verrast door de schade die de grafiek onthult. These needles are 3 weeks old. Just they look like third year needles. Only if one won't survive under the end of this year. They're not able to utilize the water that's in the ground. Certainly didn't expect this. Het is geen goed nieuws, maar nu kan een ziekte van onbekende omvang voor het eerst worden bestudeerd. Terwijl de metingen op de grond doorgaan, tasten de sensors van de Landsat 5 het beschadigde bos vanuit de ruimte af. Na een paar weken keert de groep terug naar de Universiteit van New Hampshire. Daar begint Rock als een arts de diagnose van het bos te stellen. De beelden van de Landsat vertonen kleuren die hij interpreteert aan de hand van de spectraalanalyses uit het veld. Op de satellietfoto's zijn de gebieden met gezonde bomen groen, maar andere gebieden zijn rood. Rock weet dat er op die plekken bomen doodgaan en kan nu met behulp van de satelliet de omvang van de schade meten. See now that the cells have a number of symptoms of heavy damage and we'll go in even higher magnification. Om een betere diagnose te kunnen stellen, onderzoekt Rock afzonderlijke cellen. Daarna probeert hij een verband te vinden met de satellietbeelden van het bos. My training as a plant anatomist has led me to use first a microscope to look at the cellular details. And more recently to use Earth orbiting satellites, a system that I like to refer to as the macroscope. To look at the same portion of the vegetation, the leaves, and to look at similar kinds of responses to environmental change, just a very different scale. Door het leven vanuit de ruimte te bewaken, kan Barry Rock al jaren van tevoren het lot van de bossen voorspellen, waardoor ze misschien kunnen worden beschermd voordat ze verdwenen zijn. We zijn tegenwoordig in staat om het leven op grote schaal te observeren. Vanuit de verte zien we het als één geheel omhuld door het membraan van de dampkring. Hoewel hij niet meer dan 80 kilometer dik is, beschermt de dampkring al het leven tegen de dodelijke leegte van de ruimte. De afmetingen ervan verbazen degene die hem vanuit de ruimte hebben gezien, zoals astronaut David Leedsma. On my first flight I got to do an EVA or a spacewalk. And you, and when you do that, you realize how important your spacesuit is in protecting you. And the Earth is just a spaceship, and its spacesuit is the atmosphere. Вид атмосферы Земли. Toen ik de dampkring voor het eerst zag, zag ik dat dunne blauwe streepje tussen de zwartheid van de ruimte en de zwartheid van de aarde. En het trof me dat we maar in zo'n piepklein beetje ruimte leven. It's a very thin little band at the horizon, which contains all of life. And it not only contains it, but it emphasizes, in fact, that it's all very, very interactive. Something which happens today in the rainforests in the tropics affects the climate at the poles. Het ruimtetijdperk
heeft ons doen inzien dat we deel uitmaken van een levend web. De afgelopen jaren is dit web gesymboliseerd door de tropische wouden. 1/3 daarvan bevindt zich in Brazilië. In het regenwoud van het Amazonegebied krioelt het van leven. Meer dan 1/4 van alle soorten op aarde is hier te vinden. Het groene gewelf wordt in stand gehouden door het zonlicht. Als bladeren groeien, onttrekken ze kooldioxide aan de lucht en ademen de zuurstof uit die wij nodig hebben. Het regenwoud is van vitaal belang voor het atmosferische systeem van onze planeet. De Amazone symboliseert ook het vernietigende effect van de groeiende en alles verslindende mensheid. De afgelopen jaren gaan er overal stemmen op om het regenwoud te redden. Het Braziliaanse volk is begonnen met het bestrijden van deze ecologische crisis. Om een invloed op het woud beter te begrijpen, maken Brazilianen gebruik van satellieten. Beelden van de Landsat, die elk een gebied van 25.000 vierkante kilometer weergeven, vormen een mozaïek van het woud. Hiermee meten de onderzoekers van het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek de ontbossing. Het oog van de satelliet maakt open plekken in het bos duidelijk zichtbaar. Het tekenen van kaarten is een arbeidsintensief karweitje. Elke dag zitten tientallen jonge Brazilianen over een regenwoud gebogen. Kaalgeslagen gebieden zijn in 1 paar seconden te tekenen, maar op de grond zou het weken duren om ze te meten. Alleen satellieten kunnen de snelle veranderingen in een gebied van bijna 5 miljoen vierkante kilometer bos bijhouden. Als het tekenen klaar is, worden de gegevens over de ontboste gebieden in de computer ingevoerd. Uit de analyse blijkt dat er het afgelopen jaar 20.000 vierkante kilometer is vernietigd, 0,5% van het bos. De ontbossing gaat door, maar voor de eerste keer kan die nauwkeurig worden gemeten. Satellietkaarten tonen aan dat de eerdere schattingen van de vernietiging te hoog waren. 90% van het Amazonegebied is nog bebost en het tempo van de ontbossing is drastisch teruggelopen. Daarmee komt een einde aan een trend die in 1970 begon met de bouw van de Trans-Amazone-snelweg. De regering noemde het bos een groene hel en bepaalde bij decreet dat degene die land kaal sloeg het mocht hebben. Er begon een aanval op het land die volkomen uit de hand liep. Houthakkers, veefokkers en landbouwers steken nu de grens over via een netwerk van wegen. Aan het eind van de weg geven branden aan vanaf welk punt de mens het bos in bezit neemt. De regering is intussen met een nieuwe poging begonnen om het platbranden onder controle te krijgen. De NOAA-11, een Amerikaanse weersatelliet, komt elke dag over Brazilië heen. Zijn warmtesensoren registreren branden als kleine stippen. Deze gegevens komen elke dag om 12 uur bij het Instituut voor Ruimteonderzoek binnen. Soms is Brazilië op 1 dag bezaaid met wel 3000 vurige stippen. Om 12:30 hebben de satellietgegevens de hoofdstad Brasilia bereikt. Daar wordt de locatie van elke brand door het Bureau voor Milieubescherming in een database gezet.
De provinciale kantoren in het Amazonegebied worden gebeld. Het is 2 uur in de provincie Rondônia, 2000 kilometer van Brasilia. Regeringsagent Alberto Munoz heeft te horen gekregen dat er in de buurt verdachte branden woeden. Voor het verbranden en omhakken van bos in dit gebied moet je tegenwoordig een vergunning hebben en Munoz gaat kijken of die wel aanwezig is. Antonio Pereira is een pachtboer. Hij is verrast door het bezoek en de manier waarop het tot stand is gekomen. Pereira heeft hard gewerkt om zijn land kaal te slaan en weet niets van een beleidswijziging. Omdat hij geen vergunning heeft, moet zijn kettingzaag in beslag worden genomen, in ieder geval tijdelijk. Nou. Omhakken en afbranden is een oude gewoonte die moeilijk te veranderen is. Het afgeven van vergunningen is een harde bestuursmaatregel, maar als Munoz komt controleren, heeft hij ook de kans om over de redenen van de beleidswijziging te praten. Ik beschouw mezelf als een leraar, niet als een politieman. Ik moest die kettingzaag meenemen om de wet te handhaven. Maar ik heb veel respect voor de boer en zijn problemen raken me diep. De nieuwe wet is hard. Maar de poging om het Amazonegebied in landbouwgrond te veranderen is bij voorbaat zinloos. Door de schrale grond mislukken de oogsten, zodat de boeren steeds ergens anders opnieuw moeten beginnen. Deze eindeloze cyclus zou het Amazonegebied kunnen verwoesten. Maar als het proces in de hand wordt gehouden, kan dat misschien het lot van het woud veranderen. Terwijl de regering aan de hand van de satellietgegevens toezicht houdt op het regenwoud, gebruiken Braziliaanse onderzoekers dezelfde gegevens om te leren hoe branden in de tropen de atmosfeer van de planeet veranderen. Er wordt een stukje bos van 100 vierkante meter kaal geslagen, waarna alles wat erop ligt wordt gemeten en gewogen. Er worden monsters genomen om te zien hoeveel koolstof in de bomen is opgeslagen. Als de bomen worden verbrand, komt er koolstof uit het bos in de lucht. Om inzicht te krijgen in het effect van dit door mensen veroorzaakte proces, verbranden de onderzoekers een stukje bos. Door de koolstof die op de grond is achtergebleven te meten, komen ze te weten welk percentage er in rook is opgegaan. Als ze weten hoeveel bomen er in het Amazonegebied worden verbrand, kunnen ze berekenen hoeveel kooldioxide er in de atmosfeer komt. Uit het brandende bos, maar ook uit onze schoorsteen en onze uitlaat, komen er gigantische hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer. Elke dag zetten we het basismateriaal van onze planeet om in iets anders. Wat voor invloed dat op het klimaat heeft, is niet duidelijk. De meteoroloog Richard Somerville onderzoekt het klimaat van de aarde en de rol die wij in de toekomstige ontwikkeling ervan zullen spelen. Hij werkt bij het Scripps Instituut voor Oceanografie. Research on climate is actually changing much faster than the climate itself. Climate as a study, the field of climatology, used to be very dull. It was compiling statistics and data.
And now it's turned into the study of the Earth as a unified system. It's an interdisciplinary subject. It's bringing together people from all different sorts of scientific fields. We're all looking at this great big complicated beast from a slightly different perspective. There's not a whole lot going on. So in that sense, it's good. They're not supposed to be. That's right. Much going on. So when the monsoon kicks in. Om inzicht te krijgen in de klimaatpatronen, ontwikkelen Somerville en zijn collega's wiskundige modellen op de computer. When we talk about a model in a context like this, we're really talking about a collection of natural laws. The laws that relate temperature and pressure and wind and humidity, they just happen to have a mathematical expression. But you could say them as well in English. They have rules in there like, if the humidity is greater than a certain value, let a certain kind of cloud be said to exist. And if that cloud is there, let it have a certain effect on sunlight. That kind of thing. They just get to be expressed much more compactly in the form of equations. De modellen voorspellen veranderingen door het gedrag van bepaalde factoren na te bootsen. Een echt onweer kan niet in een laboratorium worden bestudeerd, maar door gegevens en theorieën te combineren, kan het wel aan de hand van een model worden onderzocht. Een model kan ook door de mens veroorzaakte verschijnselen voorspellen. In dit model is de luchtvervuiling boven Los Angeles te zien. Klimaatmodellen koppelen mondiale structuren zoals wolken, winden en oceanen aan elkaar om de aarde zelf na te bootsen. Door de klok vooruit te zetten, voorspellen deze modellen hoe het klimaat zal veranderen. Maar er zijn meer gegevens nodig voordat ze duidelijke uitspraken kunnen doen over onze invloed op het toekomstige klimaat. We still don't have an honest global picture of the climate, except in very recent years. The satellite changes all that. In principle, the satellite looks at the whole Earth equally. Sometimes you have to work hard to see what the satellite is trying to tell you, but you've got the planetary coverage, and that's what's critical about it. Eén raadsel waarvoor het model van Somerville nog geen verklaring heeft, is of wolken de aarde nu opwarmen of juist afkoelen. Wolken houden warmte onder zich gevangen, maar hun lichte oppervlak kaatst ook warmte terug, zodat die de aarde niet bereikt. Wolken veranderen steeds van plaats en vorm en kunnen daarom niet vanaf de grond worden gemeten. In 1984 werd de Earth Radiation Budget satelliet ingezet om het opwarmen van de aarde door straling vanuit de zon te meten. Met deze satelliet kon het wolkenraadsel worden opgelost. Al 7 jaar lang pluist een collega van Somerville, Virabhadram Ramanathan, satellietgegevens uit. Rijen cijfers waarmee je miljoenen boeken zou kunnen vullen. Zijn gevoel en intuïtie gebruikt hij om antwoorden te vinden. The combination of very powerful instruments mounted on our satellites and then our ability to synthesize this information with the help of modern day computers is what gives us an unprecedented opportunity to probe the system in such an enormous detail that we can pull out some simple information from that, which is what is the net effect of this collection of cloud systems on the surface of the Earth. De mate waarin wolken warmte vasthouden hangt af van hun vorm. Met zijn team onderzoekt Ramanathan tropische wolkenstructuren om erachter te komen wat voor invloed deze uitgestrekte velden op de verwarming van de aarde hebben. Na enorme berekeningen valt er tenslotte nog maar één simpele, doch ingrijpende conclusie te trekken. Wolken koelen de aarde af. Ramanathan's theorie is een belangrijk onderdeel van Somerville's klimaatmodel geworden. Het verbeterde model zal weer nieuwe vragen oproepen die satellieten moeten beantwoorden. Door een degelijke samenwerking worden klimaatpatronen duidelijker en wordt de dialoog buiten het laboratorium voortgezet. Dertig jaar geleden waren de Amerikaanse plannen voor ruimteverkenning het onderwerp van een heftig debat in het congres.
Nu heeft de kennis die uit die onderneming is voortgekomen een nieuw debat uitgelokt over de toekomst van onze planeet. Onderzoekers en regeringsleiders, zoals senator Al Gore, nu vicepresident, bespreken het verband tussen menselijke activiteiten en het aardse klimaat. Ladies and gentlemen, our hearing will come to order. Als het klimaat ingrijpend verandert, zal de beschaving een andere koers moeten varen. Om inzicht te krijgen in de toekomst vraagt Gore aan Ramanathan en zijn collega's om een onomstreden theoretische basis. Yep, say that again. Okay, so it's the effect of the clouds on the radiation depends on their temperature. We know that the lowest 2 kilometers, the water vapor increases when the sea surface temperature increases. But what we don't know is what happens in the upper levels. Het is niet gemakkelijk om een wetenschappelijke mening te toetsen. Bizarre ideeën zorgen vaak voor verwarring. Ocean dynamics has to get involved. That's much more ponderous. The absolute mixing ratio is the first one was relative humidity times saturation. Okay, mixing the ratio. Absolute mixing ratio is the saturation mixing ratio. But you said at a given temperature. So some of the issues are almost absurdly complex. But the magnification of our human power to affect the Earth's environment has also been increased absurdly compared to what it was for the entire rest of human existence. Regulating. We can't just pretend that it doesn't matter. We can't just pretend that we don't know because it's too hard to think about. The atmosphere we have today. Uit klimaatonderzoek blijkt dat de toekomst van de aarde vooral bij ons thuis zal worden bepaald. Vandaag moet er een moeilijke keuze met betrekking tot die toekomst worden gemaakt op basis van de kennis die we begonnen op te bouwen toen we onszelf voor het eerst vanuit de ruimte zagen. Archimedes was said to have remarked that with a lever long enough he could move the earth. Provided he had a place to stand. Well, in a sense, the image of the Earth rising over the moon's horizon gave us conceptually a place to stand from which we could move our understanding of the way we relate to the Earth as a whole. Het instrument dat wij vonden om ons inzicht op te tillen was geen reusachtige hefboom, maar een kleine zilveren bol. De zachte pieptoon die hij uitstootte gaf aan dat wij een basis hadden gevonden waar we onze kennis van de aarde op konden bouwen. Onze toekomstplannen hangen van die kennis af. Om betere modellen te kunnen maken zijn er ingewikkelder satellieten nodig. De Earth Resource Satellite, ERS-1, is de eerste satelliet van een nieuw type dat onze kennis verder zal vergroten. De ERS-1 is een gezamenlijk project van de West-Europese landen en Scandinavië. De lanceerbasis van het European Space Agency diep in het regenwoud van Frans-Guyana in juli 1991. Hier zal de ERS-1 worden gelanceerd om de rol van oceanen en ijs in het klimaatsysteem van de aarde te bestuderen. Cinq, quatre, trois, deux, un, top. ERS-1 en soortgelijke satellieten leiden een nieuwe internationale ruimtemissie in. Een missie naar de planeet Aarde. Door continu observatie vanuit de ruimte kunnen klimaatontwikkelingen worden verklaard en de toekomstige ontwikkelingen worden voorspeld. Via andere satellieten kunnen onderzoekers overal ter wereld met elkaar communiceren en hun gegevens uitwisselen. Er moeten grotere geheugensystemen en computers worden ontwikkeld om de stortvloed van nieuwe gegevens uit de ruimte te verwerken.
zaad van een idee dat tijdens een maanvlucht werd geplant zo voorspoedig is opgeschoten, zouden satellieten tot zelfs nog grotere ontdekkingen over onze geboorteplaneet kunnen leiden. Het ruimtetijdperk levert ons steeds meer kennis over onze afhankelijkheid van de wereld om ons heen. Voor velen is dit besef een reden om feest te vieren. We hebben de hedgehog, dan kunnen we have the steak, dan let's have the bush. Het is de naamdag van Sint Franciscus. In de St. John the Divine Cathedraal in New York City gaat zometeen de ceremoniële zegening van het leven beginnen. De heilige Franciscus dierde ons eerbied te hebben voor het leven. Nu verzamelen gelovigen van vele gezindten zich in zijn naam om onze verbondenheid met de aarde te vieren. James Morton, deken van de kathedraal, vindt dat de ruimtereizen onze aandacht weer op een vergeten waarheid hebben gevestigd. People can understand in a very, very telling way that they are one among many, 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 many species. It's a very ancient understanding, but it's one that was eclipsed for a long time. But it came back, most particularly, and that's why I've got my favorite icon of the new world, this. I mean, this is when you're on the moon and you're looking at this little brilliant blue-green ornament. You know, Rusty Schweikert said, you know, with his thumb he could blot it out. Once again, only in the most recent times people have had the image in their minds and in their hearts. They've turned around with a new image of what the world is. I mean, this is a sacred image. Together, and you're aware of this interdependence of one upon the other, upon the other, upon the other, upon the other. They're all there at once. That's what the view from space gave us. That was the gift. That was the religious gift. Ruimtetechnologie, beginnen we iets van de samenhang tussen alles wat leeft te begrijpen. Tradities en culturen veranderen langzaam door de duizelingwekkende aanblik van wat ooit alleen in de verbeelding bestond. Hemellichaam dat wordt omhuld door glinsterende wolken en dat is bedekt met bruine continenten, puntige bergtoppen en blauwe zee. We ontdekken onze oorsprong in de patronen van een levende wereld die door het hemelruim wentelt. Van heel ver weg aanschouwen we de waterige wieg waar het leven zelf begon. Nieuwsgierigheid heeft het leven naar plaatsen gebracht waar het nog nooit geweest was. We verruimen onze horizon en kijken neer op de planeet. En met nieuwe kennis kijken we nu ook naar de toekomst. Voor de eerste keer kunnen we vragen wat voor woonplaats we van deze planeet hopen te maken. Het antwoord zoeken op deze vraag is een gewaagde stap voor de mens. Maar het stellen van de vraag alleen al is een gigantische sprong voor het leven op aarde.
comes in.